Mijn geerste gast van vandaag is columnist en schrijver Hugo Borst. En we hebben afgesproken bij de Lage Erfbrug in Delfshaven. Hugie! Hey jongen! Heb je een knuffel? Nee! Je bent bang, hè? Voor ja, corona. Ja, zeker. Ja. Waarom ben je zo bang? Nou, bang. Ik ben erg ommoede. En dit is buiten, dus dat is dan wel minder gevaarlijk dan binnen. Ik ben ook op een zekere leeftijd. Het is geen 85, maar dan toch wel 58. En ik heb toch al wat beangstigende verhalen gehoord. Ja. En ik hang aan het leven, Sander. Ik vind het leuk. Tuurlijk, man. Ja, ik vind het leuk. Hey, waarom wilde je hier afspreken, bij de Lage Erfbrug? Nou, ik zal niet zeggen van... Hier is een geschiedenis plaatsgevonden die bepalend is voor of ik er wel of niet geweest zou zijn. Dat is denk ik net te kort door de bocht. Maar theoretisch had het zo kunnen zijn dat mijn vader hier op zijn 15e verjaardag... Het was 31 maart 1943... Zo net voorbij het middaguur, dag 1:15. En hij kwam daar vandaan. Dit is de nieuwe binnenweg. Ik denk dat je toen de binnenweg had. Ik denk dat dat nog niet verdeeld was. Hij kwam met lijn 16. Het luchtalarm ging af, midden in de oorlog. Tram stil, iedereen vlucht eruit. Mijn vader is hier ergens. Het is natuurlijk allemaal nieuwbouw nu hier. Maar in ieder geval, ergens is hij in een portiek gaan schuilen, want er was een bombardement. En dat was op zich raar, want Nederland was natuurlijk al bezet door de Duitsers, al 3 jaar. Maar wat bleek nou achteraf? Ik dacht Amerikanen, in ieder geval geallieerden, hebben hier om de Duitsers dwars te zitten een enorm tapijt aan brandbommen gelegd. Ja, die kwamen dus hier terecht op Bospolder, de Schiedamseweg. We staan hier bij de Lage Erfbrug. Ja. Schiedamseweg, Marconiplein, kregen de volle laag. En dat is een bombardement wat iedereen die niet heel goed ingevoerd is in het Rotterdamse wel eens vergeet. Het heet ook het vergeten bombardement. Ja. En daar was mijn vader ooggetuige van. Hij was erg onder de indruk. Als hij vertelde, dat stond het kippenvel op zijn kaken. Dat was echt een oorlogsverslag. Alsof hij bij wijze van spreken een verslaggever was die... Een verhaal vertelde over een oorlogsmisdaad. Kijk, die Amerikanen hebben het natuurlijk ook niet expres gedaan. Nee. Die wilden hier de bevolking, de Rotterdamse bevolking, niet de volle laag geven. Maar het is wel zo dat er 326 Rotterdammers, en er wordt zelfs gezegd 400 Rotterdammers, hier het leven lieten. Zo. 16.000 mensen dakloos. Dus dat is wel een indrukwekkende geschiedenis. Ja, er zijn maar heel weinig mensen die dat weten. Ja, niet zoveel. Natuurlijk, de Rotterdammer die zich voor de geschiedenis interesseert, weet dat. Maar iedereen denkt toch bij het bombardement aan 14 mei 1940. Ja, maar als je weet dat bijna de helft van het aantal doden van dat bombardement is hier ook gevallen. Ja. Dat is wel heftig. Ja, dat is extreem. En het moet ook ontzettend ontmoedigend zijn geweest voor de Rotterdamse bevolking. Dat uitgerekend de vriend en niet de vijand verantwoordelijk was voor deze... oorlogsdaad. Ja. Friendly fire noemden ze dat, hè? Friendly fire, ja. Hoe is het voor jou om hier te staan? Is het een bijzondere plek? Ik kan het toch niet loskoppelen aan het nu. Dus ik probeer wel mijn best te doen om... maar ik heb niet zo heel veel fantasie. Ik heb wel die herinnering, die echoende stem van mijn vader over hoe het hier was. Maar als ik om me heen kijk, zie ik natuurlijk een stukje Oud-Rotterdam. Hè. Prachtig, Albrechtskool. Maar ik zie ook hier de nieuwbouw, die natuurlijk het beeld wreed verstoort van hoe het toen geweest moet zijn. Ja. Mijn vader kon dat heel goed overbrengen, maar als ik hier nu sta, dan heb ik dat minder. Ja, weinig fantasie, denk ik. Mooi verhaal, man. Waar gaan we nu heen? En we gaan nu naar het stukje binnenrotten, waar ooit het spoorwegviaduct stond. Daar voetbalde ik altijd. Dat was een stukje tussen Lombardkade en Meent. Oké. Het zal nu vrij uitgestorven zijn. We zitten midden in coronatijd. Trappen we daar een balletje. Ik heb een bal meegenomen. Nou, dat vind ik leuk. Hop. Ik heb alleen mijn cowboylaars aan. Move. Oh, dan... Zie ik je daar dan? Voor die punten. Ja. Ja, vanwege de corona ga jij natuurlijk niet bij mij in het autootje zitten. Nee, ik ga niet in die auto zitten. Nou, dan zien we elkaar daar. Gezellig zeg. Gezellig zeg. Oude reus. Tot zo. Tot zo.
Ja, komt u? Lekker aangenomen, zeg. Zo! Ik heb alleen mijn cowboylaars aan. Goed voor de punters. Ik pak hem even zo op. Goed voor de punters. En dus hier ben je opgegroeid? Lombardkade, zeker. Ja, daar 41D woonde ik. Ja? En ja, dit is mijn biotoop. Hier ben ik het allergelukkigst geweest, denk ik. En wat maakte jou zo gelukkig? Hier? Ja, voetballen. Ja? Om het hoekje hier. Om het hoekje hier zit nu dat, die Italiaan. Maar daar had je het café van Henk Bijl. Dat was een keeper van Feyenoord. Ja? Meestal was hij reservekeeper. Ik kan dat nu zeggen, want volgens mij is hij overleden. Ja, die joeg mij vaak weg, want dan ramde ik de bal keihard tegen zijn ruit aan. En dan zei hij, pleur je nou op die bal? En dan dacht ik, en zei ik s'avonds tegen mijn vader, nee, die man die heeft betaald voetbal gespeeld, die stuurt mij weg. Ik denk dat mijn vader wel gezegd zou hebben van, moet je ook zorgen dat je niet op die ruit schiet, jongen. Ja. Hey, hoe was jij als kind? Ik luisterde redelijk. Maar je moest niet mij dingen gaan verbieden. Dan, dat werkte averecht. En ik had ook veel vrijheid. Maar ik sprong ook niet uit de ban. Ik heb wel wat stoute dingen gedaan. Ik ben wel eens opgepakt wegens diefstal. 8 of 9. Ja. Wat heb je gedaan dan? Bij V&D gepikt. Dan mocht ik nooit meer komen. Een V&D-verbod voor het leven. Ik had een V&D-verbod. Wat heb je gepikt dan? In dat plastic zakje zat een heleboel. Dat viel flink tegen. Dat was toen 300, 400 gulden. Ja, dat was veel. Echt waar? Ja, wij hadden hele dure balpennen gepikt. 'S Avonds laat kwam mijn vader me halen. En die zei alleen maar, ik ben zo ontzettend in je teleurgesteld. Oh. Dat kwam harder aan dan een precies klap voor je bek, weet je wel. Ik. Ja, tuurlijk. Ja, teleurgesteld zijn, ja. Dat is het ergste wat je kan overkomen als je ouder dat zegt. Ja, ja, mijn moeder zei precies hetzelfde, ja. Ja, potverdorie. Ja, die dingen doe je dan. Wat voor band had je met je vader? Ja, goede band. Dus allebei mijn ouders. Mijn vader was een hele rustige man die nooit in paniek raakte. Die altijd de controle had. Hele nette man ook. Ik ben vrij grof in de mond. Dat zou hij nooit gedaan hebben, schelden. Dus hij ergerde zich ook kapot, omdat, jij weet, ik was in het veld soms een beetje te heet gebakerd, lelijk tegen scheidsrechters, vond hij afschuwelijk. Nou ja, hij is al 12 jaar dood, maar ik denk elke dag wel een keertje aan hem. Ja. Ja. En waar denk je dan aan? Nou, hoe fijn het was om zo'n goede vader te hebben. Ik denk er leuk aan. Ja, alles, er zit geen oud zeer, dat is wel prettig. Ik hoor vaak mensen die zeggen, potverdorie, ik had zo'n moeizame relatie met mijn vader of moeder. En ik denk van, wat heb ik een geluk gehad. Ja. Want met beide was het goed. Ze waren allebei heel anders, heel verschillend. Maar ik heb de gedroomde, ideale jeugd gehad, opvoeding gehad. Mooi man. Ja. Hey, maar die bal heeft natuurlijk altijd een hele belangrijke rol in jouw leven gespeeld. Ja. En is dat altijd blijven doen? Ja. Ja, en het leuke is dat ik ben natuurlijk gewoon een heel matige voetballer. Jij weet ook, ik zou nooit profvoetbal gehaald hebben. Ik bedoel, vierde klas KVB was wel de max. Maar ik vond het zo leuk. En nog altijd, want ja, ik verdien er nog altijd mijn geld mee. Hè, door Ajax, Feyenoord, Sparta intensief te volgen. Erover te lullen, erover te schrijven. Ja, ja, voetbal is misschien wel voor mij de belangrijkste bijzaak van het leven. Ja. En soms ook wel hoofdzaak. Hé, waar gaan we heen? We gaan eventjes naar mijn werkplek. Okay. Ik heb Karin Gamers gevraagd om even langs te komen. Ik vind het belangrijk. De Karin. Ja, zeker. Dat daar je die samen die iets heel belangrijk mee opgezet. Zeker, zeker. En wij zijn hele goede vrienden. Oké. Okay. Dus we gaan even naar de Witte de Witzaak. Vamos. Alle playa? Yes. Hallo Karin Gamers. Karin! Meneer Borst, hoi zo. Twee Machiavelli-winnaars aan elkaar. Ja, die moeten we even bijpraten. Ja? En dat doen wij altijd hier, of op mijn werkplek in de Witte de Wit. Of hier bij Hopper, mijn vertrouwde. Kantoor. Ja, een bijkantoortje. Dan kletsen we even bij over de ouderenzorg. Ja, maar jullie zijn echte ouderenzorgtijgers, kan ik wel zeggen. Jullie hebben je gebit erin gezet en heel veel voor elkaar gekregen. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? Nou, ouderenzorg.
verpleeghuis? Ja, haar moeder was al overleden toen mijn moeder daar zat. En jij zat nog in de cliëntenraad, hè? Ja. En toen ging het daar een beetje mis destijds, alweer vijf jaar geleden. En toen leerden wij elkaar kennen en toen bleken we uit hetzelfde hout gesneden. Soms kunnen we pitbulls zijn. Ook heel aaibaar zijn we trouwens, maar als je ons op de voetjes trapt of op de staart trapt, dan durven... Nou, als het dan onrechtvaardig durven... is. Dan, ja, het is de onrechtvaardigheid die eigenlijk de motivatie is. Wij vonden het onrechtvaardig wat daar gebeurde. Ja, want wat gebeurde daar? Nou, niet alleen daar, maar op een heleboel plaatsen in Nederland was de, en is nog steeds, de ouderenzorg onder de maat. Terwijl er zorgorganisaties zijn die dag in dag uit bewijzen dat je prima ook onder de huidige omstandigheden zorg van kwaliteit kunt leveren. Dus ja, dan is mijn rechtvaardigheidsgevoel geprikkeld en dan word ik nijdig. Van hoezo dan? Ja. Ze doet aardig de woordje, hè? Ja. Maar je had er de eerste keer moeten zien toen ik ze losliet op televisie. Wat gebeurde er toen? Neem ik je nog steeds kwalijk. Oh, als een konijntje keek ze in de camera, verschrikt. Dat waren trouwens mijn woorden, zo beschreef ik mezelf. Ja, maar had je... Niet dat je denkt dat deze grote literator in mij een konijn ziet, maar... Nee, ik zat daar lekker... Hij zei, het wereld draait door, was hij zei, je moet een keer mee op tv. Ik zei, nee, dat doe ik niet, want de afspraak was, jij doet de bühne, ik alles erachter. Dus ik zat daar voor op het Westergasterrein, was zomer in mijn vakantiekleren nog, met mijn dochter aan een wijntje. Komt hij langs met zijn pak. Ja, ik ga vast naar binnen hoor. Trouwens, Matthijs gaat je een paar vragen stellen. Weg was die. Wat voelde ik me ongelukkig. En je ziet het ook echt, ik zit echt zo... Als een konijn in de koplampen van een veel te grote auto. Maar nu gaat het als een raket. Nee, ze is echt steengoed. Maar dat heb ik nu al geleerd, hoor. Ze is steengoed, ze is inhoudelijk zo verschrikkelijk goed. Want daar kan ik haar ook niet bij houden. Zij vlooit werkelijk elk document. Zij heeft connecties tot in de haarvaten van de politiek. Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Dus met elkaar zijn we een prettige combinatie. En zij doet het geweldig. Dus ik ben blij met dit. Je mag niet knuffelen, maar... Nee, dat missen we ook wel. Heel goed zeg. Nee, we zijn blij met elkaar. Hoe was het voor jou om je moeder zo te zien aftakelen? Ik heb met groot leedwezen gekeken naar de werdegang van mijn moeder. En ik kan niet ontkennen dat er best mooie momenten waren. Maar ja, overal vond ik het heel pijnlijk en verdrietig. En vooral die laatste 3 tot 6 maanden. Die waren hartverscheurend. Ja. Dus zo hoor je niet te eindigen. Nee. Nee. Ben je bang dat je het zelf krijgt? Want het is natuurlijk genetisch vaak. Nou, bang niet. Je moet ergens aan de dood gaan. Maar goed, wat zou jij dan doen? Want je wil zo niet eindigen. Maar goed. Nou, zoals ik er nu in sta, dan regisseer ik mijn einde dan zelf. Ja. Daar hoef ik ook niet de hulp van de overheid bij of zo. Dat zou je er zelf uitstappen? Vind prima als het in de wet verankerd is. Prima. Ja, zou ik er zelf uitstappen, ja. We doen het ook met mensen die kanker hebben. Hè? Mensen die ondraaglijk lijden, langdurig lijden, die stappen er ook om 11:45 uit. Dus waarom zou je dat niet doen met mensen die Alzheimer hebben? En als ze dat tijdig hebben aangegeven... Maar als het dan nog niet verankerd is, nee, dat heb je dan ook al dan een zou idee dat hoe zelf... je eruit zou stappen? Nee, joh, maar dat ga ik niet. Dat vind ik veel te plastisch. Vind ik ook helemaal niet nodig. Vind ik ook te zwaar. De zon schijnt. Het is een heerlijke tijd, ondanks corona. Nou, we kunnen het nog even over hem hebben. Ja, dat vind ik wel leuk. Ga ik even weg? Ben ik even weg? Dat is leuk als je... Ga ik even wat weggooien? Wat is Hugo voor jou? Ja, het is een goudgoeie gozer. Hij is heel eerlijk. Ja. Hard op de tong, recht voor zijn raap. Het is echt een Rotterdammer en ook echt iemand op wie je kan bouwen. Ja, hij is kan ontzettend loyaal. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En hij is gul. Kut. Ja. Maar zeg je nou opeens kut? Kut! We gaan nog niet eens op de helft. Met een C. Oké, vooruit dan maar. Hé, ik vond het super. Ja? Mooie verhalen, dankjewel. Oké, dan gaan wij even, Karin, gaan wij even werken hier. Nu te kennen. Tot ziens weer. Echt super. Leuk. Ja. Prijswinnaars. Ik groet u. Cameraman. Veel succes, hè, de vergadering. Dag. Hoi, hoi. Dag. En niet te lang vergaderen, hè? Nee, hoor. Daar hou je niet van, dat weet ik. Nee, maar zolang de zon schijnt, dan heb je mij, hoor.